Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Nilüfer Gündoğan. Welkom. Dankjewel, Ernst. En die naam verraadt al dat je uit Turkije komt. Ja. Maar zo vroeg dat je er weinig van meegekregen hebt, denk ik. 18 maanden oud was ik toen ik hier aankwam, ja. Is dat niet jammer? Zo denk ik er eigenlijk nooit over. Het is gewoon een gegeven en ik ben 43,5 jaar hier. Dus bijna 44 jaar, eind van het jaar. Want ik kwam eind december aan in Nederland. Ja. Oost-Turkije? Oost-Turkije, ja. Richting de Tigris? Op welke grens? Ja, het Tunjili, dat zal de meeste Nederlanders weinig zeggen. Het is een... 98% van de bevolking van Tunjili is Alevit. Dus het Alevitisme is daar de dominante geloofsopvatting. En dat is anders dan het Soenitisme, wat gewoon in de islam de grote stroming is. Dus het Alevitisme is heel progressief, heel open, heel humanistisch. Dus dat heb ik van jongs af aan van thuis uit meegekregen. Maar waar ligt het nou? Welke grens? Het ligt echt in Oost-Turkije. Het ligt... Syrië, als Irak, je loodrecht naar beneden zou gaan, zou je denk ik ongeveer zo'n 600 kilometer van Syrië afzitten. Het zit zo'n 600 kilometer ongeveer vanaf de Zwarte Zee. En ongeveer zo'n 600 kilometer richting de oostgrens, richting Iran. Dus, helemaal in het midden. Ja, het midden zou je, echt tussen Tunjili en Ankara inzitten. Dus ja. Dan kom je meer uit bij Kayseri of Sivas. Dus het is wel meer naar het oosten, maar niet helemaal het oosten dat het dicht tegen de grens met Iran aan ligt of zo. Dus het is wel een melting pot. En Tunjili is van oorsprong ook een plek waar Koerden, Zazas, maar ook Armeniërs altijd hebben gewoond. En dat is natuurlijk ook niet gek, omdat al die verschillende volken hebben ooit daar een groot rijk gehad. Dus dus daar zijn allerlei sporen ook historisch van gebleven, maar ook enorm, demografisch. Ja. Dus een verloren stad die door een dijk of een dam nu misschien onder water staat al. De rots... Wat is het ook alweer? Ja, nee, dat ga ik nu even twijfelen. Dus dan laat ik daar maar niks over zeggen, want ik heb niet alles even paraat. Nou ja, het is in ieder geval 6000 jaar geschiedenis. Alleen al ligt daar enorm. Het moet schitterend zijn. Ja, het is heel mooi. Maar het is vooral als je iets meer naar het zuiden gaat. Dus dat is niet Tunjili dan, waar natuurlijk het oude Mesopotamië... Zuidoostelijke deel van Turkije vormt het noordelijke deel van het oude Mesopotamië. Dus daar is natuurlijk wel gewoon de bakermat van de westerse beschaving begonnen, met landbouw ook, et cetera. En de eerste verhalen gaan natuurlijk over Babylon en andere oude steden. Gilgamesh. Ja, dus... Spijkerschrift. Ja, dus die regio is altijd al een broedplaats geweest van culturen, religies. Dus het is wel een rijke geschiedenis, ja. Ja. Je hebt dat onwillekeurig toch in je. Ja. 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 Maar het grappige is dat er ook gewoon Keltische genen in me zitten. Dus ooit 4 eeuwen voor Christus zijn de Kelten uit het huidige Verenigd Koninkrijk dwars door Europa vertrokken. En alle Turkse mensen met rood haar en blauwe ogen en een lichte huid, die hebben dus die Keltische genen in zich. Wat voor de rest is in die regio, heel veel mensen zijn natuurlijk, hebben wat meer een licht getinte huid, een donkere ogen, een donker haar. Maar mijn opa, die heeft echt een enorme witte huid met blauwe ogen en rood haar. En dat heb ik doorgegeven aan mijn kind. En aangezien rood haar en blauwe ogen... recessief is, moet ik dat gen dus hebben, anders kan ik het niet doorgeven. Dus dat vond ik zelf ook wel weer grappig, wat voor een melting pot vanuit het Westen weer mijn DNA is ingekomen. Dus dat je echt op die manier gewoon een mengelmoes bent van Kelten en naar alle waarschijnlijkheid Perzen en Koerden en Armeniërs en Zazas en alles door elkaar heen. Ja, dus dat loopt in mijn DNA. Dus dat vind ik wel grappig eigenlijk. Dat zit ook in je karakter dan? Ja, waarschijnlijk wel.
Ja, nature, nurture, ja. Dus dan zit dus het ene uiterste van het Europese continent tot en met het andere uiterste van het Europese continent zit in mijn DNA. Ja. Geen kleinburgerlijk benepen Nederlander ben je. Nou, dat vind ik een onaardige manier om het te schetsen. Maar het is bij mij in ieder geval wel een heel rijk palet aan geschiedenis. Wat er gewoon in mijn genen zit. Ja. Dus dat voel je je ook wel verbonden met die verschillende plekken. Gewoon, dat je denkt van ja, dat moet ooit een Kelt. Moet zijn genen nog terug kunnen herkennen in mij. Dus dat is wel grappig, ja. Maar ja, van die eerste tijd, die 18 maanden, toen hebben we niks gemerkt. Je wordt wakker als mens in Nederland. Zo ongeveer wel, ja. 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 Waarom vertrokken je ouders eigenlijk naar Nederland? Mijn vader was er al. Het was een arm en vooral politiek niet stabiel Turkije. Mijn vader is begin jaren 70 richting Europa gekomen. En hij had in Turkije gewerkt als leraar. Leraar op school? Op een middelbare school, wat je een beetje met een mbo-niveau zou kunnen vergelijken. En dus op zich gewoon een prima basis, alleen omdat de situatie zo niet stabiel was. En natuurlijk gewoon crisis en ingewikkeld. Was het in de hele wereld, de jaren 70 waren sowieso economisch hele moeilijke tijden voor iedereen. Maar als je dan ook nog eens in een land woont waarin het politiek niet stabiel is en torenhoge inflatie is. Dan is het natuurlijk gewoon voor iedereen lastig. Dus hij besloot het avontuur op te zoeken. En nu zouden ze hem dus een gelukszoeker noemen. Is hij deze kant op gekomen. En er waren twee manieren om op die manier gewoon als arbeider naar Europa te komen. Dan kon je als ongeschoolde arbeider aanmelden en als geschoolde arbeider. En toen heeft mijn vader zich via de geschoolde weg. Want hij had gehoord dat je dan betere banenperspectieven had. Maar dan moest je wel een vreemde taal op een bepaald niveau beheersen. Wat zullen we dat nu noemen? A1 of zoiets. Minstens minimaal hebben. Of misschien wel A2. En dat had hij gedaan op Frans. En toen is hij eerst naar Frankrijk gegaan. En hij had wel de verwachting dat hij gewoon ook echt als een geschoolde arbeider zou werken. Maar dat was niet zo. Alleen de visa-applicaties en dat soort dingen gingen een stuk makkelijker. Dus hij kwam hier gewoon echt als fabrieksarbeider in Frankrijk eerst werken. En uiteindelijk, toen dat ten einde liep, omdat hij al eenmaal in Europa was, en er waren in Duitsland, Zwitserland en Nederland grote tekorten aan arbeidskrachten, werd hij eigenlijk al meteen gewoon gevraagd, toen dat contract afliep in Frankrijk, van zou je dan niet naar een van deze landen willen? En toen heeft mijn vader zich via dat bemiddelingsbureau zich bij alle drie aangemeld en hij hoopte op Zwitserland. Dat was zijn beeld van romantisch, neutraal land. Gevolgd door Nederland van progressief land. En als derde land gaf hij dan Duitsland op. En toen werd het Nederland. En toen kreeg hij ook meteen verschillende banen aangeboden in Limburg. En zo kwam hij in Limburg terecht. En uiteindelijk, volgens mij heeft hij eerst nog ergens anders gewerkt. En toen vervolgens heeft hij voor Weert gekozen. En de bedoeling was echt, ik ga geld sparen en ik ga dan daarna terug. En in 76 trouwt hij met mijn moeder. Mijn moeder wordt zwanger en in 77 word ik geboren. En het is echt lang nog niet de bedoeling dat wij deze kant op komen. Sterker nog, het is niet de bedoeling dat wij deze kant op gaan. Hij was op vakantie. Nee. Dus hij werkte hier. Dus ja, maar hoe werd die moeder dan zwanger? Want die zat daar. Nee, hij is natuurlijk gewoon teruggegaan van vakantie. Ja. En is daar voorgesteld aan mijn moeder. Hm. En daar is uiteindelijk een huwelijk uitgekomen. En vervolgens dus ik. En in 77 word ik dus geboren. Mijn vader gaat in militaire dienst. Dat had hij nog niet gedaan. Oh, dat moet, hè? Ja, dus dat moest. En toen was het nog in Nederland heel makkelijk om als je gastarbeider of hier was, om dan tijdelijk je visum dus gewoon te zeggen van nou, ik ga terug naar het land van herkomst, want ik moet militaire dienst. En dan wilde gewoon de werkgever je wel graag gewoon ook weer terug hebben. Dus echt andere tijden hoe we met migratie omgingen. Hm. Toen kwam hij dus terug, eind 78, geloof ik. Nee, dus dat nee, hij was al eerder terug in Nederland. Dus maar pin me er even niet op vast hoe. Nee. En vervolgens ziet mijn vader dat het in Turkije nog verder onstabiel wordt. Echt destabiliseert, kan je beter zeggen. Links en rechts vliegt elkaar echt in de haren. Een premier wordt vermoord. Echt politiek niet stabiel.
En hij denkt, dit gaat waarschijnlijk weer een coup betekenen. En eind 78 komt mijn moeder, hoogzwanger van mijn broertje, met mij aan de hand, ik ben dan 1,5 jaar oud, aan in Nederland. En mijn broertje wordt in maart 79 hier in Nederland geboren. En in september 1980 vindt inderdaad de derde coup plaats in Turkije. Dus wij zijn eigenlijk met een vooruitziende blik van mijn vader, die zoiets had van het land gaat gewoon niet alleen maar economisch nu in de problemen raken, maar vooral politiek. Ik doe er beter aan om mijn gezin op tijd hierheen te laten komen, want anders dan is de kans aanwezig dat het lastig wordt om dat te kunnen. Dus zo zijn wij naar Weert gekomen. En daar ging je naar school, naar de lagere school. Ja. En je werd een gewoon Nederlands meisje. Ja. Maar dan iets exotischer. Ja, ja, zo kun je dat stellen. Hoe ging dat in Weert? Hoe was die schooltijd? Ik heb denk ik, als ik dat zo op terugkijk, buiten de gezinssituatie, want ik heb wel vaker verteld dat mijn vader een gewelddadige man is. Nou, maar, dat niet bij mij. Ik heb het wel vaker al in interviews gezegd. Dus die gezinssituatie was door mijn vader niet leuk, maar ik heb gewoon een hele fijne tijd in Weert gehad. Ik had vriendjes en vriendinnetjes. Op school ging het goed, kon makkelijk leren. Dus ja, weet je, dat zat wel goed. Ja. Cultuurverschillen waren er niet? Jawel, die waren er wel. Maar omdat ik natuurlijk uit een progressief milieu kom, was dat niet, zeg maar, gewoon... je merkte wel wat verschillen. Hm. Kijk, mijn ouders aten bijvoorbeeld geen varkensvlees en zo. En zij zetten geen kerstboom en zo. Dus daar merk je wel echt aan. En ik zat op een hele... Kijk, ik kom uit Weert en ik ben opgegroeid in de jaren 80 in Weert, waar het nog echt bijzonder katholiek gewoon was. Iedereen deed daar standaard de communie. Ja, dus dan is het natuurlijk wel gek als je in een klas van 32 zit en 30 kinderen, want er zat nog één protestantse jongen tussen. Maar 30 kinderen bereiden zich voor op hun communie en jij niet. Dus ja, en dan krijgen al die meisjes natuurlijk zo'n hele mooie witte jurk. En stiekem wil je eigenlijk ook wel die mooie witte jurk aan. Dus ja. Dus... Maar het is ook 80er jaren en heel vrijgevochten. Ja, dus mijn ouders zijn vrijgevochten, maar je merkt nog wel gewoon meer dan wat ik denk dat nu nog is in Weert. Dat gewoon echt iedereen doet die communie. Ja, het is katholiek. Ja, ja. Dus je merkt het wel. Kijk, en je merkt het gewoon aan andere dingen, zoals het soort vakantie dat je hebt. Andere kinderen gaan op vakantie in Frankrijk. En wij gaan altijd als we op vakantie gaan naar Turkije. En op een gegeven moment denk je ook, ja, ik wil ook wel eens een keer een ander land zien, weet je wel. Dus het zit als je 18 bent. Ja, toen is het ook begonnen. Ja, maar... Ja, dus maar ik vond niet, zeg maar, dat ik echt het gevoel had van... Oh, er is echt een cultuurkloof tussen bij mij thuis en bij de andere kinderen thuis. Maar er waren wel problemen dus met die vader. Ja, maar die zaten dus niet in die cultuur. Die zaten echt gewoon in het karakter van mijn vader. En dat soort vaders, die komen in alle culturen voor. Dus ja. Een gewelddadige vader? Ja. Wat gebeurde dan? Nou ja, wat ik zeg, hij sloeg. Ja, wat moet je daar verder nog over zeggen? Het is niet zoals in het zuiden, waar meer kinderen en soms ook vrouwen een tik krijgen. Dit was echt gewelddadig. Wat was de oorzaak? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft hij zelf nooit willen weten. En wat de oorzaak is, weet ik niet. Maar de gevolgen weet ik wel. Zijn gedrag ken ik wel. En dat was gewoon gewelddadig. En dat is de reden waarom we ook geen contact hebben met elkaar. Oh, dat wilde ik net vragen. Ja. En met je moeder wel? Ja, ja, met mijn moeder ben ik heel close. En zij zijn wel bij elkaar? Officieel. Oh. Ja, maar mijn moeder woont bij mij. Dus ze woont op papier nog bij mijn vader. Maar in praktijk zijn ze al heel erg lang gescheiden van tafel en bed. En die agressiviteit richtte zich ook naar je moeder dus? Ja. Ja. Nou, dat is geen prettige opvoeding. Nee. Nee, dus dat heeft wel echt tijd gekost om daar toch een soort van in mee in het reinen te komen, waardoor het gewoon je daar niet vreselijk veel last van hebt. Nou ja, je hebt er wel last van. Het is voor een dochter is een vader heel belangrijk. Ja, dat weet ik niet. Dat zeggen ze. Ik heb geleerd om het zonder mijn vader te doen. Ja, je moet wel. Maar... Ja, en daar ben ik heel jong heel goed in geraakt.
Dus ik weet ook uit eerdere therapie dat ik echt gewoon heel jong heb geleerd om heel zelfstandig te worden. En dat heeft natuurlijk allerlei voor- en nadelen. Dat is nog steeds waarom ik denk ik gewoon een zeer autonoom karakter heb. En waardoor mensen soms ook zoiets hebben misschien mogelijk van die is eigenwijs. En dat ben ik ook nog eens een keer daarbovenop. Dus dat zal elkaar ongetwijfeld versterken. Maar dat is natuurlijk gewoon, ja, zoals Cruijff zou zeggen, elk voordeel heeft zijn nadeel. Dus die grote mate van zelfstandigheid. Ik werk daarom ook het beste met mensen die ook zelf gewoon een bijzonder goed autonoom karakter Je hebben. hebt het allemaal zelf moeten doen. Want Ja. wat was voor steun van de moeder te verwachten, behalve liefde, die je dus tekort kwam? Nou, dus mijn moeder is gewoon een lieve grote schat, maar wel echt gewoon een heel zachtaardig iemand. En minder gepeperd dan ik ook. En minder ook. Zij is veel meer een afhankelijk mens. Ze stelt zich ook veel. Nou ja, onderdanig zou je misschien zelfs kunnen zeggen op. Gewoon zeker in de richting mijn vader. Toch echt veel meer gewoon. Maar wat mankeerde die man dan? Ja, dat kan je 15 keer vragen aan me. Ja, dat weet je niet. Ja, daar is geen antwoord op. Dus dan ga ik het invullen. En Ja. dan, mijn invulling is net zo goed als die van een ander. Totdat iemand zelf dus gewoon met zichzelf aan de slag gaat. En gewoon gaat zitten zeggen van ja, weet je, dit heb ik gedaan. Maar de meeste mensen, kijk, ik weet het niet. Nee, maar het was dus niet ten gevolge van drank of Nee, 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 weet ik nee, nee. veel. Dus dat is het niet. Het is een karakter. En wat daar aan zijn karakter ten grondslag ligt. Maar had hij ook buiten het gezin gewelddadige dingen? Nee, dat niet. Hij was niet zeg maar naar de buurman Ja. toe of naar. Maar wel dat hij een kort lontje had en dat hij heel erg ongepast zich kon gedragen en Maar snel boos werd. was dat al daarvoor in Turkije? Of Dat, ja, maar dat weet ik toch dan allemaal vraag je toch niet. aan je moeder? Nee, maar dat weet mijn moeder ook niet zo heel goed. En hij vertelt er niet over. Dus voor ons is dat een black box. We weten het gewoon niet. Dus dan kunnen we gewoon. En dat heb ik ook gewoon heel erg geleerd in therapie. Want ik heb heel erg lang met dit soort vragen rondgelopen die jij Ja, me dat nu snap ik. stelt. Omdat je denkt van nou, als ik dat weet, misschien kan. En toen leerde ik in therapie. Daar moet je helemaal niet mee bezighouden. Jij moet je bezighouden met hoe ga jij dit verwerken. En dus heb ik gewoon ook geleerd door therapie, ook met andere situaties. Als ik niet weet wat de bron is, wat menselijk gedrag voortkomt, dan is dat niet iets wat zin heeft om daar veel tijd aan te spenderen. Ik kan me ook de hoofd breken over waarom iemand bepaalde politieke voorkeuren heeft of bepaald gedrag vertoont. Ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens eerder in een interview gezegd. Mijn schoonouders zijn bijvoorbeeld nog nooit 1 keer mee geweest naar een chemo van mijn man, terwijl zij maar 1 kind hadden en die hadden ze samen gekregen. Dus hoe doe je dat? Je hebt 1 kind, die heeft kanker en je gaat niet 1 keer met je kind mee naar een chemobehandeling. Je gaat niet mee naar het uitvaartcentrum om zijn as op te halen. Hoe doe je dat? Ja, als ik weer in diezelfde valkuil ga stappen van toen ik begin 20 deze dit probeerde te verwerken van wie is mijn vader en waarom deed hij zo? Dan word je gewoon horendol gewoon van het gedrag van anderen wat je gewoon nooit een antwoord op gaat vinden. Dit is gewoon wie ze zijn. Basta. Want je nam even een stap naar je huwelijk Ja. met een Nederlandse man Ja. in Frankrijk. Ja, daar is de bruiloft geweest. Ja, we zijn voor de wet in Amsterdam getrouwd. En 2 weken later hielden wij onze bruiloft in Frankrijk. Ja. En wist je toen al dat hij ziek was? Ja, dat wist ik. Ja. Dat heeft hij niet meegezeten. Nee. Nee. Nee, dat kan je wel stellen, ja. Ja. Dus dat was echt wel. Een hele moeilijke tijd om overheen te komen. En Je hebt wel een zoon. ja, we hebben een prachtige zoon nog gekregen. En Met ongeveer, nou ja, dat niet, maar in tijd. Hij heeft toen nog heel kort geleefd. ja. En natuurlijk zijn zoon nog gezien, gelukkig. Ja, gelukkig wel. En die zoon heeft natuurlijk waarschijnlijk te jong geweest om nog iets te weten. Ja, hij was 4 maanden aan een Ja, beetje. Ja, dus. dat schijnt dat er gewoon een handjevol mensen zijn die alles voor een vierde nog hebben kunnen onthouden. Nee, maar goed. Maar dat verwacht ik Nee, niet dat mijn maar. zoon bij die uitzondering hoort en dat hij dus geen actieve herinnering aan zijn vader ooit zal hebben. Dus dat handjevol foto's, dat is het. Ja. En wat jij overdraagt. Ja, wat ik overdraag. En dus ik heb wel gewoon allerlei fotoalbums natuurlijk ook. Van Bas, zo heette mijn man, bewaard.
van voor de tijd met mij, want dat is natuurlijk ook het laatste stuk van zijn leven. Dus daarvoor had hij natuurlijk ook nog een eigen leven. Dus dat is wat er is. Nog contact met die kant van de familie ook? Nee, niet. Nee. Nee, kijk, die ouders van mijn man hebben nooit echt omgekeken. Die moeder helemaal niet en die vader eigenlijk ook niet. Naar hoe het met mij en mijn zoon ging. En ook dat... Hoe kan dat nou weer? Ja, weet je, je gaat allerlei psychologische vragen stellen die je eigenlijk aan die mensen zelf had moeten stellen. Psychologisch. Ik bedoel, is er iets voorgevallen? Maar... Of ik bedoel, het is niet heel gebruikelijk wat je vertelt. Nou ja, kijk, ik maak van mijn hart geen moordkuil. En als ik ouders zie die gewoon zeggen van ja, ik vind het zo erg, mijn kind heeft kanker. Ja, dat geloof ik wel, maar je gaat nooit een keer mee naar de chemo. En je bent te beroerd om in het vliegtuig te stappen om gewoon naar de bruiloft van je kind te komen. Ja, dan talk is cheap. Dan kijk ik je wel echt zo aan en dan zeg ik ook gewoon van ja, had je misschien toch een ticket moeten kopen. Hè? Wat voor leven leidde hij vroeger dan, voordat hij, dat jij hem ontmoette? Wat deed hij voor werk? Of? Oh, hij werkte, hij heeft bij verschillende plekken gewoon gewerkt. Dus mijn man heeft journalistiek gestudeerd in Tilburg en had een passie voor toneelspelen. Dus hij, maar er was niks mis in dat gezin? Er was denk ik heel veel mis in dat gezin. Ook al. Ze zijn relatief jong gescheiden. Ik vind het eigenlijk niet zo fijn. Nee, dan doen we dat niet. Dus ik merk eigenlijk dat ik het hele gesprek eigenlijk tot nu toe niet zo heel fijn vind. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik kan alleen proberen. Kijk wat ik wil. Dus kan het een ander gesprek worden? Want ik wil dit niet uitgezonden hebben. Want dit is te veel. Ik merk gewoon dat ik te veel dingen die ik nog niet wil delen. Ja, dan moet je ze ook niet delen. Nee, maar ik merk dat ik dan in een lastig pakket kom. Ik vind het niet fijn. Ik merk gewoon, ik raak echt gewoon een beetje... Ik weet ook niet zo heel goed hoe ik moet omschrijven. Nou, ik wil niet dat de buitenwereld bepaalde pijnlijke punten weet van mij voordat mijn zoon het kan weten. En ik merk gewoon dat ik het verhaal niet goed kan vertellen als ik bepaalde dingen weglaat. En dan weet het buitenwereld het wel voordat mijn zoon het weet. Dan hebben we het daar niet over. Dus ik weet niet in hoeverre dit helemaal opnieuw moet. Maar ik vind ook het beginstuk eigenlijk gewoon niet zo heel fijn, merk ik. Want het gaat te veel over een aantal dingen. Ik vind dat je te lang doorvraagt bijvoorbeeld over het karakter van mijn vader en wat ik daarvan weet. Ik weet het gewoon niet. Ik heb daar gewoon genoeg therapie voor gehad om die vraag voor mezelf te kunnen verteren. En als jij daar 15 keer op door gaat vragen van wat is het dan? En ik zeg gewoon 15 keer ik weet het niet. Dan weet ik het niet. En dan word ik op een gegeven moment merk ik gewoon ongeduldig. Omdat ik gewoon dan merk dat het lijkt alsof ik het wel weet. Nee, helemaal niet. Maar we gaan door. Nee, maar ik wil het denk ik dan niet. Ik wil eigenlijk het gesprek van voren af aan gewoon helemaal beginnen. En ik wil zo maximaal mogelijk open en transparant met je zijn. Maar ik wil niet de diepte in op mijn vader. Dus ik wil wel vertellen wat ik in andere interviews heb verteld. Ik wil niet de diepte in op mijn man. Ik wil op de oppervlakte vertellen. Ik wil niet over mijn schoonouders gaan praten. Dat vind ik allemaal gewoon eerst mijn zoon, dan de buitenwereld. Daar is echt wel hele heftige dingen gewoon gebeurd. Heel goed. Dat is volkomen duidelijk. Ja. Het is wel belangrijk dat mensen die je willen leren kennen daar iets van weten. Ja, maar je gaat er echt op door. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt, maar ik merk dat ik dan op slot raak en dat ik eigenlijk wil weglopen. Nou, dan doen we dat anders. Dan zeggen we, oké, dit is duidelijk. Heel veel bagage. Nee, maar dat werkt niet voor mij. Want dan ga ik me onrustig worden in het rest van het gesprek. Dus ik wil, als de tijd er nu voor is, het helemaal opnieuw doen. En anders doen we het een andere keer en anders stop ik ermee. Want anders, ik wil niet dat er gewoon ook maar iets in dit interview naar buiten gaat komen waarvan ik later gewoon spijt ga krijgen dat toch via de wandelgang het eerder bij mijn kind terechtkomt dan dat ik dat heb kunnen overbrengen. En hij is bijna 6, dus hij snapt nog niet alles, maar wel genoeg om daar gewoon zich zorgen over te maken. Dus dat is voor mij altijd mijn enige afspraak geweest met mezelf. De wereld mag alles van me weten, maar eerst moet mijn zoon de details kennen. En ik geef daarom geen details aan de buitenwereld, alleen maar hoofdlijnen. Wat we nu leren is dat je een goede, beschermende moeder bent, gelukkig. En dat je een hele zware bagage hebt waarmee je dat ontwikkeld hebt. En zo wil ik graag mensen leren kennen, dat ik begrip krijg en kan doorgeven aan mensen van wie is zij.
Behalve maar dan al die bits. Hoop ik dat je begrijpt dat, ja, dat ik dit gesprek niet kan continueren met knip- en plakwerk. Ik wil dat dan dat dit deel, dat je me dat ook belooft, dat dit deel blijft tussen ons, wordt niet uitgezonden. We doen het zo, we gaan nu verder met... Nee, maar dan stop ik ermee, sorry. En of je het dan gaat uitzenden of niet, dan hoop ik ook dat je dit deel erbij uit gaat zenden. En anders dan zie ik wel gewoon wat ik daar gewoon nog juridisch van ga maken. Maar ik wil dit niet uitgezonden hebben. Dit is een gesprek geworden en ik heb je ja gezegd op open en eerlijk. Ik heb dat vaker ook gewoon gedaan. Maar ik merk gewoon, dit is echt een kant op aan het gaan waar ik me totaal niet prettig bij voel. Maar dat betekent dat je me niet zou vertrouwen? Het gaat niet om vertrouwen. Het gaat om wat derden hiermee van maken. Ik heb nu al iets te vaak meegemaakt dat ik iets in vertrouwen vertel. En dat dan toch via een ander medium dan gewoon... Dat vind ik ook heel moedig, maar dat is ook de opzet van het programma. Om iemand te leren kennen. Ja, maar natuurlijk niet om heel therapeutisch... Ja, dit is mijn aanbod. We beginnen of opnieuw of we stoppen. Nou, we beginnen opnieuw. Vertel maar hoe. Want dan moeten we het gesprek van voren af aan beginnen. We hebben natuurlijk al gesproken over je achtergrond, Turkije. Ja, maar dat vond Nederland. Ik ook niet fijn. Dat vond ik ook niet fijn. Ik weet niet hoeveel tijd we er al aan hebben gespendeerd. Ik wil het dus nogmaals heel duidelijk. Maar wat is nu je bezwaar op dit ogenblik? Want te lang door op mijn vader. Maar er is geen onvertogen woord gezegd. Ja, maar ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet... Kijk, ik ben sowieso iemand die gewoon haar verleden alleen maar deelt om een aantal redenen. Ten eerste dat mensen een beeld hebben van wat heeft haar gevormd. Ten tweede omdat het mezelf toen ik jong was heel erg hielp dat andere mensen me voorgingen en dat zij eerlijk waren over hun verleden. Waardoor ik gewoon als jonge meid en later jonge vrouw me gewoon kon identificeren en aan op kon trekken. Ik vind het ook heel fijn de mails die ik krijg van mensen die dan zeggen, ik vind het nu ook heel moeilijk de positie waar ik in zit en ik worstel met een boel dingen. En ik vind het fijn om te horen dat jij daar zo open over bent. Dus ik doe het om die reden dat ik gewoon mensen gewoon eigenlijk gewoon indirect gewoon een soort van door die openheid het gevoel wil geven van je staat er niet alleen voor. Er zijn meer die je zijn voorgegaan. Dus, maar dat betekent niet dat ik de details wil delen. Maar die wil ik ook niet hebben. Ik wil alleen... Ja, maar je gaat dan... Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar jij gaat dan Je corrigeert me toch? Ja, maar dan blijft het gesprek daarop hangen. Nee, en we gaan niet door dan gewoon... Kijk, wat mijn vader heeft gedaan... Nee, maar dat is al klaar. Dat is passé. Dat hebben we gehad. Dat is voorbij. Het gaat niet Ja, maar erom... als je het gaat... Ik wil nu van je weten. Ga je dit uitzenden? Ik zou het niet weten. Ja, denk er maar over na. Dan laat ik hem even voor nu, voor wat het is. Maar laten we vaststellen dat er is geen onvertogen woord gezegd. Dat vind jij. Maar ik kom in een plek waar ik liever niet over praat publiekelijk. Maar ik wil de mensen een kans geven om jou en ikzelf ook te leren kennen als mens. Ja, maar Ernst, ik heb dit soort interviews heel vaak gehad en niemand ging zo lang door als jij over mijn vader en ik voel me onprettig. Dat is een gevoel, dat snap ik. Maar dat is ook niet erg als je gevoelens krijgt bij een gesprek over jezelf. Nee, maar dan begrijp je mij onvoldoende en mijn grenzen. Wat begrijp ik niet? Nou, ik zeg heel duidelijk, ik wil niet te lang over mijn vader praten. Nee, maar daar praten we al niet meer over. Dat doe je zelf. Ja, daarom vraag ik je om het opnieuw te beginnen. Echt opnieuw. En gewoon het maar aan te stippen. Dat wil ik wel doen en meer niet. Ik heb meer om over te vertellen dan mijn verleden. Ik ben ook mijn heden en mijn toekomst. Dat is waar we nu naartoe gaan. Sorry, maar ik word hier gewoon niet vrolijk van op deze manier. Dit gaat niet om mij als politica, het gaat om mij als mens. Maar vooral als dat is de opzet van het programma. Ja, maar ik voel hem niet. Maar het is ook niet afgelopen. Maar wat voel je dan niet? Want ik heb voel een heel niet persoonlijk gesprek. Dat mijn grenzen gesprek. Worden gewaardeerd. Ik heb het idee dat over mijn grenzen heen worden gegaan. En ik heb behalve mezelf een bijna zesjarige. Er is een reden waarom het naambordje van mijn huis is verwijderd. Ja, daar weet ik niks van. Ja, dat weet vertel ik, jij nu. Ja, daar weet ik alles van. Snap je waarom ik gewoon als een moeder leeuwin gewoon heel protectief ben en dat ik bepaalde dingen niet wil delen met de buitenwereld? Want ik heb geen zin dat daar gewoon een van die ouders, dat die misschien naar dit zit te kijken. Goed. En dan, weet je, ik, dus heb het de daar afspraak niet over. Die ik met mezelf... Compleet duidelijk. Compleet duidelijk. Ja, maar gaan we dan het opnieuw doen of niet? We zijn al opnieuw begonnen nu. Haal nou diep adem en... Nee, maar heb ik jouw woord dat het eerdere deel van het gesprek niet wordt uitgezonden of niet? Laten we er samen naar kijken. Ja, dat werkt niet voor mij. Dan denk er maar over na, dan doe ik het anders gewoon volgende week. Weet je, no hard feelings.
Maar je komt dat gewoon in een stuk niet. Wat voor mij heel kwetsbaar, waar ik de hele zomer hard over heb nagedacht, ga ik door met het kamerwerk. Want met al die rechtszaken die gewoon een wissel op me trekken en ik ga winnen. Dat terzijde, maar het trekt wel een wissel op me. Die bedreigingen die zelfs aan mijn thuisadres zijn gekomen en dat mijn naambordje van mijn huisadres is afgehaald. Ik weet hier niks van. Ik schrik hiervan. Sorry. Maar dat zijn de dingen die ik wil weten. Ja, maar daar wil ik ook best wel iets over zeggen. Maar over al die dingen wil ik iets over zeggen. Maar ik wil niet de details vertellen. Hoeft ook niet. Omdat ik gewoon niet wil dat mijn kind er last van heeft. Dat snap ik. En dat is compleet legitiem. Dat is volkomen begrijpelijk. Mensen doen een soort van... ik krijg valse berichten gewoon thuis. Je kind heeft nog maar één ouder. Dus daarom ben ik zo beschermend over een aantal dingen dat ik echt gewoon denk, dit mag de buitenwereld niet weten, want er lopen mensen die dat gewoon tegen me gaan gebruiken en vooral tegen mijn kind. Maar dat is afschuwelijk wat je nu zegt. Dus ja, dat betekent, is het ook. Maar dat weet niemand. Ja, de bedreiger, de politie, misschien jij. Dus dat zijn hele ernstige zaken. Ik heb een stalker dankzij het hele valse aantijgingen van Volt. En die stalker is inmiddels ook gewoon naar Vera namens mij post aan het sturen. Dus ik ben in de zomervakantie opgebeld door de BVA. Dus ik wil best wel over een aantal dingen heel... maar dan niet te veel over de familiegeschiedenis. Nee, daar hebben we het ook over. Dat is klaar. Maar niet klaar. Ik wil je woord hebben dat we van voor af aan beginnen. En als je er even naar moet kijken en dat je het gewoon even over moet nadenken, dan snap ik het prima. Maar snap waar ik vandaan kom. Ik kom echt uit een hele ingewikkelde periode rond Volt. Ik heb tegen burn-out, CQ-depressie aangezeten. Voor die tijd had ik je al benaderd, dat weet je. Ja, maar ik ben dus gewoon heel beschermend gewoon als het gaat om mijn kind. En dat snap ik volledig. En iedereen nu, dat vind ik, dat is ook fantastisch dat je dat al deelt. Want ik weet dit niet. Ik weet niet of ik dit had kunnen weten. Maar je vertelt het nu en dat is heel schokkend. Dat je privé dus enorm last hebt. Ja. Dat weet niemand. Dat mag ook niet. Dat hoort niet. Dat kan niet eens. Want je bent Kamerlid. Je bent volksvertegenwoordiger. En je mag al dit soort zaken mag je niet meemaken. Nee. Dat is gewoon illegaal. Nou ja, Wat dan ook het gevolg is, of dat nou Volt is, of de manier wat Volt met je gedaan heeft, of weet ik wat. Ik heb die zaak niet heel exact juridisch gevolgd. Ik weet wel dat je die gewonnen hebt. En dat je uit een partij bent. Maar ja, daarvoor zit je hier als zelfstandig Kamerlid. Ja. En doe je je werk. Sociaal-democratisch, komend uit D66. Ik vertel het dan maar even zo. Ja. Volt moeten verlaten op een hele vervelende manier. Ik dacht dat het al achter de rug was allemaal. Nee, het is het hoge beroep spelen. Maar dat heeft niets te maken met het kamerwerk. Want dat blijf je gewoon doen en kun je gewoon doen. Ik heb daar serieus over nagedacht. Ga ik ermee door of niet? Dat heb je in de zomer gedaan. Ja, eigenlijk al gewoon vanaf moment 1. Maar ik ben onschuldig. Maar vind je het belangrijk dat kamerwerk, als het je zo persoonlijk raakt... Kijk, zolang ik van de BVA te horen krijg... Beveiliging of iets. Ja, dat is de dienst van de politie die voor de beveiliging van Kamerleden kijkt. Ik vind het niet fijn dat de camera eigenlijk loopt. Want dan is het allemaal materiaal wat gewoon uitgezonden kan worden. En je moet niets zeggen wat niet mag worden verteld. Ja, maar dan loop ik weg. Dan vind ik dat echt gewoon niet prettig. Weet je, dat heb ik nu echt iets te vaak al in het journaal meegemaakt. En dat vraag ik me niet. Sorry.